Ja, wereldreizigers, ze zijn overal, maar vooral in de app Fieter World. Hey, ik ben Meester Sander en in deze video laat ik je de app Fieter World zien. Een app om ja, de wereld mee te ontdekken, wereldreiziger te zijn met allerlei verschillende voertuigen en je komt op allemaal verschillende plekken. Nou, het toffe is, is dat je de app hiervoor gratis kunt downloaden. Later zit er wel een in-app-aankoop in die je zult moeten doen om alles vrij te spelen. Helemaal leuk wordt het is dat je je eigen verhaal kunt opnemen. Dus je kunt van kinderen vragen om een verhaal te bedenken en dit te spelen in de app en die kun je later als video terugkijken. Ik ga je de app Fitter World laten zien, maar eerst wil ik je vragen: doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan gaan we nu kijken naar de app. Dit is de app Fitter World. Um, het is een gratis app voor de iPad. En ik zal even het geluid iets zachter zetten. Je hebt een gratis gedeelte en een gedeelte waar je voor moet betalen. Nou, het goedkoopste is om dat te ontgrendelen. Uh, voor 7 euro kan je dat ontgrendelen. Ik ga dat nu doen, zodat je kunt zien ja, wat dan uiteindelijk uh, de hele app kan doen. Maar ook het gratis gedeelte is al interessant voor jou om te gebruiken. Wat kun je namelijk... Je kunt verhalen beleven. zodat kinderen. Um, ja. leuke dingen kunnen naspelen eigenlijk en kunnen leren. heb je het dus bijvoorbeeld over voertuigen. dan kun je aan de slag gaan. met deze voertuigen in de app. Um, zoals je ziet. je ziet hier een mannetje. en een trekker. en die kan ik erop zetten. en die kan ik met de trekker laten rijden. Dus dit is ook het gratis gedeelte. dit kun je ook in de gratis. Um, variant. en wat zo leuk is. Ik heb hier bijvoorbeeld een helm en die kan ik opzetten. Dus je kunt overal mee spelen, dingen oppakken, in het water zetten, weer op um, het land zetten, een poppetje in de helikopter plaatsen en dus mee rondvliegen. Nou, en wat dan helemaal leuk is, is dat je kinderen avonturen kunt laten beleven met deze poppetjes. Je hebt hier de opnameknop en dan zeg je opnemen, als je hem ingedrukt houdt, tenminste. 3, 2, 1 en dan gaat hij opnemen. Nou, um, wat je dan dus kan doen is praten. Want hij neemt ook het geluid op als je dat zo instelt. En dan zeg je, nou de boer gaat op de trekker. Hij gaat bij zijn varkens kijken. Of hij gaat een heel snel rondje om de wereld rijden. Nou, hij gaat door de zee. Hij gaat weer achteruit. En hij gaat op bezoek bij de vuurtoren. Nou, dan gaat deze man in de vuurtoren... Hij gaat een muziekje spelen. En zo kun je dus ook met voertuigen aan de slag. En kijk, je kunt ook op deze knoppen drukken. Dan gaat hij dus gewoon rijden. Dan kun je hem op die manier besturen. Of als jij op het mannetje drukt, kan je die natuurlijk zo ja. besturen. Laten lopen. Hallo, hoe is het met u? Wat leuk dat u hier op bezoek komt. Nou, en. Dan kun je hem opslaan en dan is het een video geworden. En die kan je in je filmrol opslaan. Heel handig. Maar je hebt dus ook nog meer werelden. En in elke wereld zie je de eigen dingen. Hier zit een boot in, een helikopter. Maar je kunt ook naar India en daar zit dan weer een vliegtuig in bijvoorbeeld. En hier kun je rondkijken. Dus de robots die je kunt gebruiken. Dus eigenlijk voor ieder thema is er wel iets waar je mee aan de slag kunt. Kijk, de taxi kan hier op de brug, maar hij kan er ook weer vanaf. Een onderzeeboot kun je mee uh, spelen. En als het goed is, was hier ook nog een vliegtuig waar je mee uh, ja, kunt rondvliegen. Ah, kijk, nu zijn we weer hier bij uh, de trekker. Ja, superleuk. Dus als je ze allemaal koopt, zie je ook dat de werelden. Doorlopen. En is het dus oneindig bijna? Kun je de boot besturen? Nou, gaan we met de boot. Hey, en hier hebben we nog een boot. Een speedboot. Zouden we ook mee kunnen varen. Kan ook weer het mannetje in. Een auto. Nou, zo zijn er allerlei voertuigen in deze uh, app die je kunt besturen. En dan kun je dus eigenlijk een wereldreis maken. Een helikopter, dit lijkt wel een politiehelikopter, een politieauto, een politieboot. De piraten daar zijn we ook nog bij. Dus ook met het thema piraten kun je deze app prima gebruiken. Nou, wat je dus doet in deze app is je eigen verhaaltje maken. Dat doe je door het op te nemen met de knop, maar kinderen kunnen ook gewoon lekker rondkijken, dingen bespreken met elkaar en zo van elkaar leren of van jou als leerkracht. Ik hoop dat je dit een leuke app vond. Abonneer je op mijn kanaal voor meer tips van apps en dan zie ik je bij de volgende.